Oorspronkelijk een klein gebied, maar inmiddels onderdeel van 270 kilometer piste. We skiën in Fieberbrunn. Door de verbinding met Hinterglemm is het onderdeel van het grote en bekende skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Het wordt gezien als een van de gezelligste en meest complete skigebieden van Oostenrijk. Ik ben wel heel nieuwsgierig geworden na deze grootse uitspraken, dus we gaan op verkenning. Vanaf Utrecht is het ruim 900 kilometer rijden. De skipasprijzen zijn hier aan de hoge kant. Maar dan ski je wel in een van de grootste skigebieden van Oostenrijk. Het dorp ligt op 800 meter en in tegenstelling tot de grote naastgelegen gebieden, waar veel te beleven is met een bruisend centrum, staat Fieberbrunn vooral bekend om zijn authentieke Tirolse sfeer en is het aantrekkelijk voor families. Als je veel waarde hecht aan sneeuwzekerheid, dan is het misschien slim om het iets hoger op te zoeken. Want dit gebied is niet heel hoog. Maar ze hebben wel flink geïnvesteerd in sneeuwkanonnen. Dus zodra het koud genoeg is, zorgen ze dat de pistes er goed bij liggen. En als er wel veel sneeuw ligt, dan is het voor heel ervaren skiers buiten de piste hier geweldig. Je kan hier heerlijk lunchen in een van de vele hutten op de bergen. Piste F8, links naast de gele eitjes, vind ik heerlijk om te skiën en ik kan hem al 10 keer achter elkaar doen. De aansluiting voelt natuurlijk en de gebieden vullen elkaar goed aan. Niet alleen qua pistekilometers, ook in diversiteit. Het is hier super groot en je kan hier geweldige tochten skiën. In het authentieke Fieberbrunn vind je eigenlijk voor iedereen wel iets. En ik kom hier zeker nog een keer terug als er veel sneeuw ligt.